familie in Nederland. Gaan naar de scharen. Gaan. Maar Renny en Roosie. Inderdaad. Hallo, welkom. We gaan niet in de tent, we gaan in een huisje. Vandaag hebben we ook een keertje gedaan. Naar Renny. Ze was in een tent en toen was ze bij. Ze is helemaal door het dolle heen. Want we gaan dus, wat ze zegt, naar Renny en Roosie toe dit weekend. En dat is dus in Slagharen. De attracties zijn niet open. Ja, er zijn er 3 open. Echt voor Naomi de leeftijd een beetje. En de parcoursauto's zijn open. Dus daar zou Angelina ook nog in kunnen. Nee. De piano mag volgens mij niet. Maar we hebben van alles meegenomen. Een bal. We hebben een badminton set mee. Hè? En ik heb van mijn auto mee. Ja. Dus nee, maar Ferdinand zal nog even in de tuin. En daarna gaan we rond 11:30 zo ongeveer, denk ik, dat we gaan rijden. Of is het al 12:00? Wat is het? Oh, het is al 11:30 geweest. We gaan rond 12:00 gaan we rijden. En dan zien we jullie weer in Slagharen. Zo, even kijken waar Luciano en Naomi heen zijn gegaan. Die zijn daar. We zijn, zoals jullie zien, aangekomen in Slagharen. Zoals mijn moeder al zei, we zitten in... Rosin! Nee, Slagharen. Dus, we gaan er een leuk weekendje van maken. We zijn nu naar Slagharen! Ja! Nee hoor, we zitten... Mag de auto open? Ik kan mijn jas uitdoen. Moet er nog even, ja. Nou, kijk, daar zo liggen Slagharen zelf. En dan kan niet Roosie komen. Zo meteen in de voorzien. En Omi, vertel eens, waar zijn we net langs gereden? Naar ponies. Bij Pony Park City zijn we langs gereden. Maar nu niet, want hij doet naar Slagharen. En dan gaan we zo eventjes naar langs. Ja, inderdaad. Kan die auto open? Nee, dat kan open, ja. Hoe wil je dat doen? Wil ik dat doen? Nee. Kom maar via. We gaan papa halen zo. Dus ik ga het eventjes verder met incheck en Luciano even in mijn auto laten. We hebben al bandje om. Je kan... Ja, bandje. Ja, ik ga helemaal om me heen. Weet je van een pensje? Nope. Nog een bandje. Ik heb wel. 3 keer. Goed, toen zei je er. Zo, we zitten bij het huisje. En we moeten deze oplossen, ja. Want we hebben een speurtochtblad. Ja, en die moeten we even oplossen. Ja, in het Engels. In het Engels. En dit is, hoe heet je, bij ijsbeer. In het Engels. Hoe heten wasberen in het Engels, hè? En dat was? Raccoon. Raccoon. En dan mag ik een kaart zien. De kaart? Nee, maar daar staat geen kaart. Oeh, hou ze vast, want anders waaien ze weg. Dus, Ferdinand is terug bezig geweest binnen in het huisje. Ja. En ik ga het even laten zien. Hoe het eruit ziet. Even kijken of het werkt. Oeh, Angelina was aan het snoepen. Nee hoor, ik heb het laten. Maar dit zijn echt hele luxe huisjes. Naomi. We hebben zelfs een... Een stoel. Oh ja, voor de hangmatten moesten we huren. Ja. Er komt dus binnen, rechterkant tv, een stoel en een schommelstoel. Echt een heerlijke bank om op te zitten. Hopelijk slaapt hij ook goed. Ja, mama en papa moeten erop slapen. Nee, mama. Deze kant hebben we tafel. Nee, mama mag het ook. Luciano is al aan het koken voor vanavond, want het is inmiddels al bijna 4:00. Mama! Ja, de douche. Dus ik en mama gaan zo naar het park. Dan moet je nu gaan, want dan is het geen zin. Ik en mama gaan zo naar het park. Oh. Een heel mooi kastje. Nee, ik ben wel benieuwd.
pennyboard. De pennyboard hebben ze mee. Lekker! Oh ja, wacht. Kijk eens. Kijk eens. Kom eens kijken. Mam. Mam, kom eens. En ik ga naar Naomi. Naomi, ga eens weg. Hè? Ga eens weg, Naomi. Naomi, kom maar. En de bedden hier zijn ook anders dan in Pony Park. Echt super grappig om dat te zien. Een vergelijking. Kijk, ik heb mijn autootje mee. We hebben zelfs een stofzuiger hier. En daar kan je stofzuigen. Ja, en waar ga jij slapen? Daar. Daar, hè? En daar zit dus in de roosje. En gaan zo meteen naar morgen naar de mat. Dat weten we nog niet. Nee. We hebben wel een badpak meegenomen inderdaad. Naomi, maar... Dus nog afwachten of ze gaan zwemmen, want het wordt niet heel erg lekker weer en het zwembad, binnen zwembad is natuurlijk gesloten. Dus ja, we hebben hier ook ramen, kunnen die open? Oh, we kunnen naar buiten toe, jongens. Hey, buurvrouw! Mam, kom. Zo. Dat was superleuk. Ik wil naar park. Ja. Ik krijg een opdracht om met ze mee te gaan naar het park. Er is niet veel open, maar we gaan gewoon even rondje lopen, toch? Even lekker binnen. Inderdaad. Ik heb een muffin in mijn mond. Oh, dat is lekker. Die heb je van Hans. Nee. Wel? Ja, want die heb ik bij Hans gehaald 2 keer. Ik. Angelina, ja. Dus. Nou, nogmaals even. Niet lekker. Nou, oké. En de kenteken. Ik ben naar buiten geweest om een blote voet te hebben. Dat de deur wijd. Ik heb er wat naar buiten. Daar kan een hangmat. En we zitten in nummer A135. Mama, ik ga in mijn auto zo hier neer. Hi. We gaan nu naar alle parken kijken. Ja. En dat alles open is. Mee. Ja, en ik. Er is niks open natuurlijk. Kijk, mag ik het zeggen? We gaan ook eventjes kijken dat de andere kastjes even naar molen kijken van Randy en Rosie dat ze thuis zijn. Ja, we gaan even kijken bij de molen van Randy en Rosie of ze daar zijn. Want ja, dat zal wel heel erg leuk zijn, of niet? Ja, en dan mag ik niet kijken, maar dan moet ik wel. Ik heb ergens een steen. Dus wij zijn op vrouwenstap. De mannen zitten in het huisje. Dus wij gaan even verder lopen. Net in de voorste en nu in de achterste. Ja, want ik heb de voorste wil ik niet. Je gaat geen vuur spugen, toch? Ja. Wij zitten verstopt hier voor de kinderen. We hebben de locatie van ons naar ze toegestuurd, live locatie. Halverwege ergens hebben ze stopgezet natuurlijk. Dus ze stoppen ergens waar wij dus nu niet zitten. Maar vanaf nu kunnen wij ze dus wel in de gaten houden. Want het stuk is, moeten ze erachter. Nee, daarachter moeten ze zo meteen vandaan komen. En dan gaan we dus kijken of ze ons vinden. Zonder dat ze onze echte locatie hebben. Ik ben benieuwd, denk je? Ja. Dus ja. En verder afwachten. Dat zie je nog niet. Dus dat is wel spannend.
Maar ze zijn onderweg, we hebben ze gezien. Maar hun ons nog niet. Ze lopen daar dus in de verte. Als je kunt zien. Daar loopt Lu. Ze lopen dus echt een hele andere kant. Verder was dat daar. Ik zat de andere kant. Ze zijn dus helemaal weg. Ze zijn die kanten opgelopen. Nee. Het is wel lachen. Ik denk dat we onze locatie even moeten gaan delen opnieuw. Of niet? Ja? Ik ga dat even doen. Nou, ik heb mijn locatie nu aanstaan. En ik lig een beetje moeilijk, want ik lig in de auto verstopt. Ik heb Luciano al een paar keer voorbij zien komen. In ieder geval toen ik nog buiten liep. En nu ben ik echt vermomd als een mummie in mijn auto. En ik moet een beetje stil zijn, want ze zijn in de buurt. Dus we gaan het zien of ze ons kunnen vinden. Dus, maar goed. Ik ga het even goed luisteren of ik ze hoor. Ik zie jullie straks. Ik zag op hun locatie dat ze heel erg dicht in de buurt zijn. Dus ik moet echt alert zijn. Is hier net voorbij gelopen. Hebben we niet gezien. Angelina loopt ook voorbij. Ziet me ook niet. Het is superleuk. Moet echt heel stil zijn. Ze zitten nu binnen in het huisje. Ik ben gevonden. Mama. Nou, ze hebben me gevonden. Mama, nu mag jij lekker op gaan zoeken. Wij mogen ook rond het hele park, want je mocht eigenlijk niet bij het huisje. Maar ik geef je niet in de buurt. Oh, dit is toch te komisch voor woorden. Oh. Maar toch wel weer lekker om hier weer even te liggen. Dat heb ik toen in Ponypark ook een keer gedaan. Toen ben ik ook in de auto gaan slapen ofzo. Dus ja. Maar goed. Mam. Ik ga het... Naomi loopt al in de pyjama. Ja, ik ga nog niet naar bed. Ik ga zo meteen een Lego match kijken. Nee, dat is vandaag niet, schat. Mama, ik ga hem zoeken. En Lu, weet je waar ik jou tegenkwam? Daar op dat hoekje zag ik je voorbij lopen. Ik hoorde jou nog zeggen, huh? Echt... Ik heb ze niet gezien. Nou, ik ga even kijken waar ik mijn sleutels heb gelaten. Want voordat die zo in de auto liggen. Hallo! Nou, deze avond is alweer bijna. Of deze dag is alweer bijna voorbij. We gaan zo meteen nog even verstoppertje spelen. Nee. Luciano en Angelina gaan nog verstoppertje spelen, hoor ik. Jij gaat met zoeken. Jou? En ik moet hun gaan zoeken. Nou ja, ik doe mijn ogen dicht en ik slaap. Dus ik weet niet waar ze zich gaan verstoppen. Ah, nee, dat ga je niet doen. Nee. We gaan even kijken wat we nog doen. Maar voor deze... Wil jij aan deze kant zitten? Deze dag zitten op. Verder is een lekkere kop thee even aan het maken. En een kop koffie. En dan gaan we zo meteen klaarmaken om lekker te slapen. En morgen een nieuwe dag. En kijken wat we dan gaan doen. Dan gaan we de GPS verkopen. Ja, we gaan morgenochtend met Luciano om 9 uur. Broodjes? Nee. Naar de kidsclub toe. Om door te geven dat jullie mee willen doen. Met cupcakes maken. Ja, en we gaan daar ook mee doen hoor. Nee, morgen gaan jullie mee. Vanmorgen dan dacht ik van, nou dan gaan we niet knutselen. Want dat gaan we zondag dan doen. En dan gaan jullie morgen, gaan we dan in die tijd, gaan we naar Randy en Rosie toe. Nee, ik heb echt geen zin in. Nee, jij niet, maar Naomi wel denk leuk, ik. Hè? Of niet, Naomi? Nee. Naomi? Nee. Naomi? Nee. Naomi? Jij wil wel naar Randy en Roosje? Ja. Ja. Ik ook.
Jij ook, Angelina? Angelina ook, ja. En niet te veel knuffelen? Wel. Het zijn wasberen, hè? Die eten afval, hè? Ja, afval! Ik nam weer een appel. Die zijn voor de paarden. Ja, maar we hebben de overresten. We hebben nog één hele appel. Nou. Dit is leuk, hè? Hoppa, joh. Wij gaan weer even verder.